Ja, Wieke Dijkstra, 123-voudig hockey international. Ja, dan kan je wel wat met een stick. En dat zien we op het moment dat je als eerste een bal moet slaan. Ja, het schijnt goed tegen de bal te kunnen slaan. Ja, want vaker gegolfd? Ik mag vaker golfen, ja. Ik ben zelf lid op de Haagse Golf, dus dat is te gek. Ja, een mooi initiatief waarvoor we hier zijn in Rotterdam. De Golf Tour. Wat vind je van het initiatief wat vandaag naar buiten is gekomen? Nou, ik denk wat heel bijzonder is dat er 3 golfclubs de handen ineens slaan om er samen een fantastisch evenement van te maken, wat ook langer duurt. En je ziet toch dat eigenlijk de hele samenleving wat individualistischer wordt. En juist als dan clubs de handen ineens slaan, denk ik dat een hele goede beweging is. Ja, voor de Stichting Spieren voor Spieren is het allermooiste dat er een bedrag die kant op gaat. Ja, hoe mooi is dat? En toen ze jullie benaderden, denk ik dat het gelijk met ja werd ontvangen. Ja, uiteraard. Ik denk dat Spieren voor Spieren die wil het liefst het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een spierziekte. Spierziektes de wereld uit. Nou, daar zijn we nog lang niet. Dus alle beetjes zijn daarin mooi meegenomen. En dit is waanzinnig wat er weer de kant van de stichting op gaat. Dus ik denk dat het super mooi is. Ja, want wat gaat specifiek dan met dit geld gebeuren? De stichting die maakt zich hard voor kinderen met een spierziekte. En eigenlijk gaat veel geld naar het wetenschappelijk onderzoek. Om nog beter inzicht te krijgen in wat er eigenlijk met de ziektes gebeurt. En uiteraard hoe we zo kunnen verhelpen, maar misschien ook kunnen voorkomen. Maar ook, ik kan ook denken aan hulpmiddelen, sporthulpmiddelen voor de kinderen. Voornamelijk ook hele leuke dagen beleven voor de kinderen. Die zo'n positieve insteek hebben. Dus de stichting staat voor gezonde spieren voor zieke spieren. Dus dat maakt ook dat wij als ambassadeurs betrokken zijn. En feitelijk is dat het hier natuurlijk ook gebeurt met de golftour. Ja, want stichting staat onlosmakelijk verbonden ook met de sport. Hè? En het is ook mooi dat bijvoorbeeld het boekbeeld van Spieren voor Spieren, Louis van Gaal. Maar überhaupt heeft het natuurlijk heel veel raakvlakken met sport. Ja, absoluut. Nou, je weet als topsporter als geen ander hoe belangrijk het is dat je spieren het doen. Je bent zo afhankelijk van je lijf. En ik denk dat we ongelooflijk veel kunnen leren van kinderen en hoe die in het leven staan. Dus je ziet dat die niet denken vanuit een beperking, maar van alles wat er wel mogelijk is. Dus voor mij als sporter en oudsporter is dat ook altijd enorm inspirerend. En het is mooi dat je als sporter iets terug kan doen. 3 verenigingen hebben de handen ineengeslagen. Ja, het zou mooi zijn als dit initiatief de komende jaren uitgebreid gaat worden. Hè? Dat er nog meer verenigingen zich aansluiten bij dit prachtige initiatief. Ja, zeker. En als ik nu net de organisatie ook spreek, die ze geven aan dat het nu nog voornamelijk een regionaal karakter heeft. Het zou natuurlijk hartstikke gaaf als nabije regio's of andere steden zich ook aan kunnen sluiten. En we vanuit daar ook weer meer geld voor de stichting op kunnen halen. Ja.